superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. In deze video heb ik voor jullie mijn verjaardagvlog. Ik was dus gisteren jarig. Gisteren heb ik niet echt veel gefilmd. Dat was gewoon een normale schooldag. Het was gisteren wel lekker vrijdag. En ik heb dus nu heerlijk lekker 2 weken vakantie. Ik heb er echt super veel zin in. En ik zit dus nu in de auto onderweg. We gaan eventjes naar de Solo om wat decoratie te kopen voor mijn feestje die ik vanavond ga vieren. Gisteren was ik dus jarig. Het was heel erg leuk. Ik voelde me heel erg jarig. Ik heb heel erg veel felicitaties gekregen. En ook een paar van jullie. Dus heel erg bedankt daarvoor. Voor de rest ben ik gewoon naar school gegaan. Dat was wel een gezellig dagje. Ik had wel een technopresentatie, maar daar heb ik een 8,5 voor gehaald. En ik had de natuur kunnen toetsen en die ging echt zo slecht. Maar goeie, we hebben vakantie, dus dat doet er even niet toe. Dus vandaar komen wij guys. We zijn een TikTok aan het maken. Oh, leuk. Dit is voor mijn birthday vlog. Dit is jarig! Yay! Zo, knuffel. Met z'n allen groepshug. Laatste lesuurtje. En ik nog. Oh, 15:15 jongens. Oh, dat is echt goeie. Let op. Bro, die is goeie. Hey her, let your settle down. Hoi. Docent is weg! Iedereen is weg! En we hebben nog 10 minuten! Hoe lang zijn ze al weg? We zijn dus gewoon weg. We zaten in een apart lokaal en het plein is leeg. Hier zat onze klas en de docent is ook weg. Oh, ze zitten in het lokaal. Oh. Hoe lang hebben we nog van mijn vakantie? Nog. Ik weet het niet. Nee, ja, bedankt hoor. Dezelfde helemaal gaan we taart kopen, kunnen dus alles al vieren. Ja, doe me. Sneller. Harder. Ik wil weg. En toen gistermiddag kwamen mijn opa en oma gezellig bij ons eten. Ik wou salonje. Lasagne eten, en dat is echt een van mijn favoriete maaltijden. En toen heb ik ook nog cadeautjes van hun gekregen. En ik heb natuurlijk ook een cadeautje van mijn ouders gekregen. En ik ga vanavond dus mijn verjaardag vieren met mijn vriendinnen. Dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. En ik ga jullie natuurlijk meenemen in het proces. Van decoreren, van het neerzetten en als hun komen natuurlijk. Oké, guys, we zijn aangekomen in de Solo. En we staan nu in de sportafdeling. Ik kom echt niet vaak in de Solo, maar als ik er ben. Is echt zo leuk om te kijken. Zo, deze is leuk. Maar als we bij de kralen en zo komen, dat is mijn favoriete deel. Kijk hoe leuk deze kan. Summer vibes. Reusable straws. Oh my god. Dit is echt mijn jeugd. De achtervelroze. Is dat wat? Ja, die is wel leuk toch? Okay. Oh, leuk confetti ballonnen. Dit is mijn favoriete afdeling. Toen ik een sieradenbedrijfje had, kwam ik hier zo vaak. Ja, nu hebben ze de 8 vakkenbakjes. Die waren altijd op. Ik zocht ook altijd katsuki kralen en die hadden ze ook nooit. Oh mijn god. Oh mijn god, alle katsuki kralen zijn er. Ik neem deze mee, want ik maak in de zomer altijd van zulke armbandjes, dus dat vind ik leuk. Een ouderbakje. Heel leuk. Allemaal teksten op. Hele gezellige teksten op. Party all motherfuckers. Zijn we hem nog geslaagd? We weten allemaal nog wel dat dit helemaal trending was. Ik had deze in het paars. Oké, we gaan nu betalen en ik ga jullie thuis alles laten zien wat we hebben gekocht. Oké, nou, het is dus nu een tijdje later. Het is 2:15 en we zijn dus nu op de plek waar ik mijn feestje ga geven. Namelijk in mijn moeder de pand. Ze heeft een nieuw pand, weten jullie allemaal. Ik had het namelijk al eerder verteld en hier ga ik dus vieren. Ik ben dus net ook nog even naar het dorp geweest om wat boodschappen en zo te halen, voor wat snackjes, wat drinken. En we zijn bij de Solo ook heel erg geslaagd. We hebben de karaoke set meegenomen en we gaan dus nu alles decoreren. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik jullie even alle decoratie laten zien. Oké, als eerste deze slingers. Het heet de vloekende party vlaggenlijn. Er staan tekstjes op zoals hip hip fucking Ray en party on motherfuckers, weet je wel. Dan dit felroze tafelkleed. 2 van deze boa's voor het karaoke, superleuk. Deze slingers met time to party erop. Deze handschoenen ook voor karaoke, heel erg leuk. Servetjes. Mijn jeugd. Deze superleuke rietjes. Echt geweldig. Sharp. En er staat dan op It's My Birthday Bitches. En die doe ik dan zo leuk om. Want hè. Dan hebben we roze slingers van thuis meegenomen. Deze hingen eigenlijk bij ons in de woonkamer. Maar ik heb ze even meegenomen. Dan hebben we deze XXL confetti ballonnen. Hartjesballonnen in een beetje een glimmende beige kleur. Deze ballonnen. En deze ballonnen hebben we ook nog van thuis meegenomen. Dus dat is alle decoratie. En toen we naar Hoofddorp gingen, zijn we dus ook nog naar de kosters geweest. En daar heb ik dus 2 hele leuke zomerkleding.
kledingstukken gekocht. Die zal ik jullie nog wel later in deze video laten zien. Maar het is ook echt heel erg leuk. Ik ben er echt super blij mee. Dit is eventjes een before van alles. Tada. Wat vind je ervan dat je dochter 14 jaar is geworden? Leuk. Is dat je enige antwoord? Daar moet u het mee doen. Heb je een beetje zin om te helpen met decoreren? Tuurlijk, aan de slag. Before en... Tada, het is nu een uurtje later en zo ziet het eruit. Ik ben echt heel erg blij met het resultaat. Dit is de tafel en we hebben de hele karaokebox ingesteld. Dit hele leuke tafelkleed en gewoon de slingers, daar ook allemaal slingers. Mijn favoriete deel zijn al die ballonnen, die soort van zweven. Dit zijn gewoon random snacks, want we gaan voor avondeten gewoon wat eten bestellen. En dan gaan we dat hier opeten. Kijk even naar deze mega ballonnen. Kijk dan. Echt ziek grote ballonnen en ik love. Dus dit is nu helemaal gedecoreerd, helemaal klaar voor gebruik. En dan ga ik nu naar huis, mijn kamer even opruimen. Het is vandaag namelijk zaterdag, maar de laatste schoolweek was echt heel erg hectisch. Dus mijn kamer is echt een hele grote rommel. Dus wij gaan nu even naar huis. Het is nu 2:55. Oké, nou ik ben dus nu thuis en ik ga jullie even een mini shoplogje geven. Want ik heb een aantal dingetjes gekocht. Ik ben natuurlijk in de Kosters geweest, wat ik jullie al had verteld. En ik ben ook naar de Kruidvat geweest en naar de Plus. We beginnen met de Kosters. We gingen dus eigenlijk alleen maar voor de solo. En toen zei mijn moeder daarna, ja we gaan wel even naar de Kosters. Wat zij dus iets heel leuks zag. Zij heeft uiteindelijk niks gekocht en ik wel. Het zijn hele leuke zomeritems. Als eerst heb ik dit hele leuke korte broekje. Het heeft een soort van ja, zebra-achtig printje erin. Maar als je hem aan hebt, valt het niet zo erg op. En hij is echt heel erg leuk. Het printje is zeg maar heel subtiel. En het past echt bij alles. Bij een zwart topje, bij een gekleurd topje. Hartstikke leuk. Deze heb ik in een maatje S. En deze was 45 euro. Kosters is altijd wel een beetje wat prijziger winkel. Maar de kwaliteit is echt wel heel erg goed. Dit stofje voelt ook echt heel erg chill. Dus ik ben heel erg blij met mijn aankoop. Dan vind ik dus echt dat de Kosters echt het perfecte model heeft qua shirtje. Ik zag een hele leuke, namelijk deze. Hij is wit aan de voorkant en hier is dan zo'n klein logootje erop. En dit is de achterkant en dit maakt hem natuurlijk wel helemaal leuk. Dit is hem dus en dit past ook echt heel erg leuk op dit broekje. Hij zit heel erg lekker en ik heb eigenlijk ook echt maar één van dit model qua shirtjes en die is van de Sting. Ik wil er eigenlijk een stuk meer, want ik heb nu vooral van die strakkere shirtjes en zo, maar ik vind het ook gewoon chill om dit model te hebben. Dat zijn mijn twee items van de Kosters. Dan ben ik naar de Kruidvat geweest omdat ik een nieuwe heat protector nodig had voor mijn haar. Voor mij was namelijk op. Ik had er eentje van Sios en ik had ooit echt in de eerste klas of zo, ik zit nu in de derde, heb ik twee van die flessen gekocht. Nou, toen heb ik een hele lange tijd gewoon mijn haar niet gesteld. Toen steeds vaker. Ik heb echt ontzettend lang met die twee flessen gedaan. Hoe ziet het eruit? Ik ben heel erg benieuwd. Het is dus een heat protection spray en het kan tot en met 230 graden warmte, zeg maar, je haar beschermen. En het heeft protectie met 2 keer pluiscontrole. Dus daar ben ik heel erg blij mee, want mijn haar wordt heel erg snel pluizig. En het was dus 1% gratis, maar ik dacht ik ga niet een tweede fles heat protector nemen, want ik weet niet zeker of ik deze heel erg chill vind. Dus ik heb iets gekocht waar je eigenlijk nooit kwaad mee kan en dat is een fles haarlak. Die twee hier ben ik heel erg blij mee en het ziet er ook nog eens heel erg leuk uit. Dan heb ik van de Plus 2 van deze pakjes met watjes. Ik haal eigenlijk altijd mijn watjes bij de Action en ook gewoon in dit formaat. Er zijn er 50 en deze zijn dus van Derdon. En ik hou echt van de wat grotere watjes omdat ik er dan maar eentje nodig heb in plaats van twee. En dan heb ik ook nog bij de Solo allemaal katsuki kralen gekocht. Dat hebben jullie denk ik net wel kunnen zien. Maar ik heb dus 1 pakje paars, 2 pakjes roze, 1 pakje geel en oranje en 1 pakje blauw. Ze zeggen altijd dat je kamer een overzicht is van hoe je brein eruit ziet. Klopt op zich wel. Ja, ik heb gewoon echt een hele hectische week gehad op school. En daardoor geen zin en geen tijd gehad om mijn kamer op te ruimen. Dus dat ga ik nu even doen. En als ik mijn kamer heb opgeruimd, ga ik me alvast klaarmaken. Dus dat is wat er voor nu eventjes op de planning staat. Oké, nou, het is dus nu een tijdje later. Mijn hele kamer is weer lekker opgeruimd. Tenminste, het is nu alweer een beetje een rommeltje. Ik heb mijn make-up eventjes opnieuw gedaan. Ik heb mijn outfitje aan, dus ik ben er helemaal klaar voor. Dit shirtje is dus van de Hollister. En deze broek is van de Zara. Aan de onderkant zit een split en ik vind hem heel erg leuk. Het is nu 5:30 en ik ga onderweg naar het pand van mijn vriendin. Komen we er bijna aan. Jongens, we gaan verstoppertje spelen. En Janna is de zoeker, want we hebben net karaoke een match gedaan. Dus. Hey, wij staan hier. Oké, guys, we gaan nu verstoppertje spelen. Dit is mijn cam. Dit is mijn cam. Yo. Jongens, ik ga de timer aanzetten. Ja. Ik weet echt mijn god niet waar ik moet, verstoppen. Dus ja. 3, 2, 1, go. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ze gaan dus nu allemaal verstoppen. Oh, ze zijn allemaal al weg. Waar wil je naartoe? Suus, ik ga jou achterna hoor. Weg. Ik weet niet waar ik ga verstoppen. Nee. Hey, sukkels. Ik ga hier. Nee, Ninta. Dit vind ik eng. Ik vind het altijd super gezellig om in Ninta de video's te komen. En u mag dus echt met de camera filmen. Ik vind het dus zo leuk. We zitten dus nu in het kantoor van haar leuke moedertje. Ik kan het wel ik zeg. Ze hebben dus nog 1 minuut en 10 seconden. Ik ga op mijn bankje liggen. Ik pas niet. Wanneer ik op Ninta. Laat even weten of jullie vaak video's met ons allemaal willen. Ik hou hier heel slecht. Ik zit dus nu hier. Ik vind het echt heel eng.
vind het wel een beetje spannend om te gaan zoeken. Is het nu achter de bakje? Ik denk dus dat ze in het magazijn gaan verstoppen. Daar is best wel donker en heel erg groot. En ik denk dat, ja, daar gaan ze gewoon verstoppen. Ik denk Suus. Ik heb dus een ideetje. Ik ga zo meteen heel hard schreeuwen. Oké. Oké, ik kom eraan! Ze komt eraan. Hoor jullie dat? Ze komt eraan. Ze komt. Janna komt er nu aan. Maar dit is dus een deur. Ze kan hier gewoon doorheen komen en dan botsen. Oh mijn god, ik vind het echt eng. Niemand is dus in de plek waar de threads worden gezet. Als jullie nog niet geabonneerd zijn, abonneer dan even. Ik vind het zo eng. Och jee, ik hoor allemaal dingen. Niemand is gevonden. Ik ben niet als eerste. Oh jongens, ik had het gewoon goed dat ze er waren. Zijn ik rust op in de water. Gaan we alsjeblieft niet laten schrikken. Ja, maar dadelijk is. Ik denk dat ze bij de wc's is of zo. Ik heb in één kamer niet gekeken. Dat is dus de kamer hiernaast. Nee. Nou. Yes! Ik heb ze allemaal gevonden. Woe. Trots. Ja. Nou, ik wil ook vlogster worden, jongens. Zou ik ook vlogster worden? Ronde 2. De zon gaat onder. Ik ook niet. En daar hebben we net gechapseld. Wacht, dus laat mij even een foto maken. Ja. Zullen we even een foto maken? Wat vonden jullie nou van het eten? Oh. Heerlijk. Lekker. Ja, Sticks en Bos, aanrader, snackbar de schelp. 3, 2, 1. Oké, let's go, Suus gaat zoeken. Maar jullie vinden ook wel dat ik de vlog van Lint moet overnemen, toch? De. Ik ga gewoon met je drieën. Zet het licht hier uit. Ik ga wel daar bij de bank. Ik ga gewoon even storytime doen hoe ik dit pak gekocht heb. Ik was in Den Haag, in de Bijenkorf. Ik zou even de pak showen. Want ze is natuurlijk niet daar. Wat een hele mooie gezin bij de Kostas online. Eerst zeiden ze, ja dan pas je gewoon die beige, want die is hetzelfde en dan halen we hem van de pop. Ik had de beige gepakt, die stond echt super leuk. Ik ga achter de spiegel. Mag ik onder de balie? Wow, ik heb hier één plekje. Ik zit hier onder de balie. Dus ik zei, ja, ik wil het denim pak. Hij zei, nee maar dat mag niet. Ik kan hem niet van de pop afhalen, maar terwijl ze dat eerst zeiden. Toen was ik helemaal teleurgesteld. Als ik de vlog van Nint overneem, wat willen we dan zien? Ik heb een super boeiend leven. Ik werk super boeiend. Vind je het trouwens ook niet dat wij naar een pretpark moeten? En dan filmen? Ik vind dat wel. Ik zit dus nu in de salon. Daar is Nint. We gaan naar de Efteling. Wow. Jullie willen ook een shop met me, hè? Ik en Nint gaan 3 mei naar Rotterdam. Ook naar de boekenwinkel. Jullie willen een boekenvideo, hè? Wij gaan een boekenvideo maken. Timers gaan. Ik kom. Ik ga niet hardop zeggen, want ik ben een smiecht. Hapje. En de kastjes kunnen ze dus niet. We zijn nu in het kantoor van Nint's moeder. Ik hè? Was dus helemaal niet van lezen. Ik ging iedereen hard uitlachen. Die leest hè, want fucking nerd. Maar toen had ik eens een boek gekocht. En ik dacht, ik ga het gewoon doen. Ik vond het boek dus super leuk, dus ik ging verder lezen. Maar waar is iedereen? Gasten zijn gewoon een complot aan het maken. Achter de balie. Gast! Ook oh, je hebt Nint gezien, achter de spiegel. Oh, loopt u nog helemaal door? Ja, niks is hier. Oh my god, guys, dat was verschrikkelijk. Van 2 komt als donker. Dus we hebben net karaoke gedaan. We gaan nu een TikTok opnemen van. I work all night, I work all day. Bij de balie van Dressel. Jullie doen zo met deze hand. Zo. Ja, met links. Make me sad. Dus ik ga eerst zo. Make my suit. I work all night, I work all day. I pay the bills, I have the pay. In my dreams. Kijk, jongens, dat is onze beste foto samen. Ja. Bekman. Ik heb geen bek, ik heb een mond, ik heb geen dier. Zo zonder van het koekje. Luf, jij eet dit. Ik ga het niet opeten. Hé, hey, Danny. Nee! We hebben 23 aan huis. Nee! Goodbye. Mag je echt niet. Anna eet. Wat wil jij nou? Grap, ja. Ik ben gewoon slim hoor. Ah, jij slim? Haha. Nee, dat ik het gehoord heb. Ik vind dat Nint te slimmer is. Ah, wat een grap. Ik ook. Dank je. Dank jullie wel, guys. Ik waardeer. Gaan weg. Afgelopen. Dat was wel leuk. Kijk eens, mijn moeder. Woke up in een nieuwe Bugatti. Dank je. Tot de volgende keer. Kijk je uit? Nee, ik zou lekker flikkeren en je hoofd openhalen en hersenschudding krijgen. Hey.
natuurlijk niet. Ik wens je succes. Jullie ook heel erg bedankt voor het cadeautje, guys. Doei doei. Oké, nou, het is dus nu de volgende dag. En gisteravond was echt super gezellig. Was super leuk met karaoke verstoppertje. En gewoon lekker gekletst natuurlijk. Ik zit dus nu weer in de auto. Want mijn vader en ik gaan dus nu naar de Antoonfilm Engel. Het is nu 4:30. En wij gaan nu de auto uitstappen. En dan gaan we naar de bios lopen. Ik heb vanochtend gewoon lekker gechilled. En ik heb lekker een lange douche genomen. Een beetje mijn spa-ochtendje gedaan. En me klaargemaakt. Wij gaan nu naar de film. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Ik ben vooral heel erg benieuwd. Want heel veel mensen zeggen dat het een hele mooie film is. En ik ga die natuurlijk ook gewoon meenemen. En daarna ga ik je vertellen wat ik er eigenlijk van vond. Kijk hoe donker de lucht is, jongens. Heftig. De camera gaat wel bijna leeg. Ik heb nog maar één streepje. Dus ik ga straks waarschijnlijk gewoon filmen op mijn telefoon. Ik liep bij mijn telefoon van. Oké, nou het laatste beeld wat jullie hebben gezien is dat ik dus naar de Antoonfilm ging. En ik zal je nog even vertellen wat ik er nou van vond. Ik vond het echt een hele leuke film. Het was meer een beetje een documentaire stijl en dat vond ik wel heel erg leuk. Ik vond het vooral heel erg mooi hoe ze lieten zien, zeg maar, hoe die is opgegroeid en hoe die zo'n succesvolle carrière heeft gekregen. En ik vond het vooral ook echt heel erg inspirerend, want je zag gewoon iemand die echt een groot doel had en die heeft het gewoon bereikt. Dat vond ik echt wel heel erg cool om te zien. Dus dat, ik heb besloten om in een aparte video al mijn spulletjes te laten zien aan jullie die ik heb gekregen voor mijn verjaardag. Dus een aparte video van een birthday haul. Die komt volgende week en het zijn echt hele leuke dingetjes, dus die wil je zeker niet missen. Dus hier bij het eind van deze video, ik heb echt een super leuke verjaardag gehad. En ja, ik kan nog steeds niet echt geloven dat ik 14 ben. Dit was dus alweer het eind van deze video. Vond je deze video dan leuk? Doe dan zeker een dikke duim omhoog en abonneer op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te klikken, zodat je elke keer genotificeerd wordt als ik een nieuwe video post. En hoop ik jullie weer te zien in de volgende. Doei doei!